Kim Rose is in slaap gevallen. Dat ging echt goed. Misschien ben ik toch niet zo'n slechte babysitter. En ik was zo blij toen Romy mij belde. Het is zo geweldig dat ik bij Romy en Raoul op de kleine baby mag passen. Oh, en ik moet zeggen, ze is echt zo lief, zoals ze slaapt. Echt een kleine baby. Hallo, ik ben er weer. Hallo Hanna. En, hebben jullie het leuk gehad samen? Heeft Kim Rosa zich gedragen? Sst, ze slaapt. We hebben eerst samen wat gespeeld en nu is ze in slaap gevallen. Zo schattig. Ach, dat is goed om te horen. Je kunt goed overweg met Kim Rosa. Bij mij slaapt ze niet zo snel in. Hier is je vergoeding, zoals afgesproken. En ik geloof dat je zeker nog eens kunt komen, Hanna. Oh, dank je, Romy. Ik heb het ook echt met veel plezier gedaan. Het was leuk. U kunt mij gewoon bellen als het weer nodig is dat ik kom. Ik doe het graag nog eens. En nu ga ik dan naar huis. Oh, Hanna, nu je hier toch bent, er valt me iets in. Zoals je misschien weet, was ik bij Playmobil's Next Topmodel. En een klein vogeltje zei mij dat ze binnenkort ook een kinderversie maken. Playmobil Next Topmodel Kids. En ik dacht, dat is wellicht iets voor jou. Echt waar? Romy, denk je echt dat ik daar aan mee kan doen? Ik als model? Waarom niet? Je hebt een positieve uitstraling. Dat komt heel goed over. Denk er eens over na. Plaatsen zijn wel beperkt, dus meld je op tijd aan. Hallo mama, ik ben weer thuis. Hey Hanna, en hoe was je job? Oh, het was echt super, mama. Ik vond het echt leuk om te doen en ik kreeg ervoor betaald. Goed hoor, Hanna. Ik vind het knap dat je je zakgeld nu verhoogt door zelf geld te verdienen. Dan kun je sparen voor iets leuks. Mama, ik moet even met je praten. Kunnen we gaan zitten? Tuurlijk, wat is er? Mama, kom even naast me zitten. Wat is er dan? Mama, je kent Romy toch, de moeder van Kim Rosa? Tuurlijk. Zij heeft Playmobil's Next Topmodel gewonnen en zij vertelde mij, nou... Ze zei dat er ook een kindereditie van Next Topmodel komt. Echt waar? En Romy zei dat ik daar wellicht aan mee kan doen. Topmodel voor kinderen? Ik weet het niet goed. Echt, Hanna? Wil je daar aan meedoen? Nou, dat lijkt me wel leuk. En je weet, ik hou van verschillende kapsels uitproberen en van mooie kleren. En ja. Of kinderen in de mode- en modelwereld horen, dat weet ik niet hoor. We hebben het er later nog over als papa erbij is. Mama, ik wil in ieder geval meedoen. Ik vind het toch een goed idee, ongeacht wat mama of papa zeggen. Maar wat moet ik aan als ik dan meedoe? Ik kijk eens in mijn kledingkast. Eens kijken wat er zoal in de kast zit. Een blauw shirt met een paard erop. Nog een blauw shirt met een paard erop. En nog een blauw shirt met een paard erop. Ik heb helemaal geen andere kleren. Ik geloof niet dat ik er zo naartoe kan gaan. Ik heb een ander outfit nodig. Liefst zou ik een geweldige prinsessenjurk hebben. In het paars en dan met strikjes daarop. De jurk heeft dan een mega grote rok en onderaan mooie versiersels, bloemen en zo. En prachtige kleine strikjes erop genaaid. En misschien een beetje goud erbij, dat is ook mooi. Maar nee, zo'n jurk heb ik niet. Ik heb enkel witte broeken en blauwe shirts en paarse slippers natuurlijk. Oh, misschien kan ik iets nieuws kopen met mijn verdiende geld. 5 euro. Wat krijg je voor 5 euro? Ik kan eens naar het winkelcentrum gaan en iets uitzoeken. Maar eerst bel ik Pia. Pia moet ook mee. We moeten dit samen doen. Hey Pia, ik ben het. Heb je tijd? Kom je naar hier? Ik wil iets met je bespreken. Ja, snel komen. Oké, tot zo. Hanna, is er iets gebeurd? Waarom moest ik direct komen? Is er iets? Iets met Dave? Ach nee, met Dave. Nee, niks met Dave. Maar ik wilde je iets vertellen. Och Hanna, wat is het dan? Martel mij niet zo. Pia, je kent toch Playmobil Next Topmodel? Duh, dat is er nu ook voor kinderen. Gaan wij meedoen? Wat, echt? Ik wil heel graag meedoen, maar ik denk niet dat ik mooi genoeg ben, hoor. Ach, onzin. Pia, ik vind dat je er prachtig uitziet. Kom eens hier en kijk in deze spiegel. Je bent echt mooi, Pia. Vind je dat echt? Jazeker. Tuurlijk. Kom op, Pia. Doen we samen mee? Ik weet het niet goed. Wat denken jullie daar? Zullen wij meedoen? Kunnen wij winnen, denk je?